Goedemiddag, dierenambulance. Dit is natuurlijk wat u wilt horen als u de dierenambulance belt wanneer u een dier in nood aantreft. Maar dit hoort u wanneer u de dierenambulance belt en er geen personeelbezetting is voor de telefoon. Met dierenambulance regio Leiden. Helaas zijn wij vanavond niet bereikbaar. Voor tips om het door u gevonden dier de nacht door te helpen, kunt u kijken op onze website www.dierenambulanceleiden.nl/tip. Vanaf morgenochtend 9 uur zijn wij weer bereikbaar. Dus excuses voor het ongemak. En deze situatie is niet ondenkbaar, want het is soms niet mogelijk om de planning voor de centrale rond te krijgen. Tijd voor actie, en daarom begint de dierenambulance een wervingscampagne voor centralisten. Katwijk Nu ging een kijkje nemen en vroeg aan voorzitter Jaap van Meijgaarde wat het betekent als de dierenambulance niet kan uitrukken, en aan Lia Redegeld, centralist en bijrijder, de vraag wat de rol van de centralist is. Nou, voor de dieren betekent het veel als er geen centralist aanwezig is. Want het betekent dat wij een melding die er is van een dier in nood niet kunnen verwerken. En dat onze ambulance niet kan uitrukken. Wat wij als bestuur dan ook besloten hebben. Is dat we proberen hoe dan ook de roosters vol te krijgen. Maar de consequentie daarvan is dat coördinatoren soms de rol van telefonist opnemen. En daardoor niet bezig kunnen zijn met de begeleiding en het inwerken van nieuwe vrijwilligers. En dat is een probleem. Wij proberen die gaten te vullen met nieuwe vrijwilligers. Ik lees dat vooral het probleem nu voor de lente en voor de zomerperiode is. Ja, in de winterperiode is het eigenlijk een beetje saai zelfs voor onze telefonisten. Want dan zijn er niet zoveel meldingen. Zeg ik het dan goed dat wanneer u de ploeg voor de auto op orde hebt, bemenst heeft en de centralisten niet, dat het dan toch een struikelblok is voor de dierenambulance? Ja, we kunnen, en dat een enkele keer gebeurt dat, kun je aan een bijrijder vragen van kun jij de telefoon dan waarnemen? Maar die combinatie is verre van ideaal, omdat ook de gegevens verwerkt moeten worden. Als ze aan het werk zijn en een dier ergens moeten vangen, zijn ze ook niet bereikbaar. Dus we streven er echt naar om de centrale fulltime in ons rooster bemenst te hebben. Chauffeurs en bijrijders is voor ons het probleem niet. De aantal vrijwilligers in het vogelasiel is goed op orde en daar kunnen ze de zomerdrukte goed aan. Maar juist bij de centralisten, daar zit het probleem. Dus vandaar dat wij onze actie gestart hebben om met name mensen te vragen, hou je van dieren? Vind je het belangrijk dat dieren in nood geholpen worden? Meld je dan aan als centralist. Je komt in een leuk team en je doet ervaringen op die je elders niet kunt krijgen. Dit zijn de draadkooien voor de katten. Ja, hier hebben we allemaal spulletjes zoals handschoenen en riemen voor honden, wat snoepjes om ze te vangen. We hebben hier ook een chipreader waarmee we de chips kunnen uitlezen. Wat is de rol van de centralist bij de dierenambulance? Wij zijn het eerste aanspreekpunt. Dus mensen hebben een melding. Hè. Er is een dier in nood. Die bellen de dierenambulance en krijgen dan een van de centralisten aan de telefoon. Wij kijken of de melding voor ons uitvoerbaar is. Hè. Dat is heel belangrijk, want bijvoorbeeld eentjes op een snelweg, dat doen wij niet. Dat doet Rijkswaterstaat. Maar daar nemen wij dan contact mee op, dus die geven wij dan door. Dus wij zorgen ervoor dat de rit of dat de melding wordt geregistreerd. Wij voeren het ook in een systeem. En wij sturen de chauffeur en de bijrijder van de ambulance sturen wij aan. Kunnen wij een rit niet zelf uitvoeren, dan nemen wij contact op met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of in het geval van een ree die vastzit, Staatsbosbeheer. Ja, dit is een zwanentas. Hier, als je een zwaan gaat vangen, dan moet je hem hierin doen. Dan kun je hem er zo inzetten. Dan komt zijn nek hier eruit. En dan daarna kun je hem dicht ritsen. En dan een beetje
de rusjes eromheen. En dan kan je hem zo veilig vervoeren naar de opvang hier of soms naar de dierenarts. De vaardigheden van een centralist, waar moet hij of zij over beschikken? Nou ja, in elk geval affiniteit met dieren, hè, dat mogen duidelijk zijn. Daarnaast ook wel een beetje realiteitszin hebben. We kunnen niet ieder dier redden. En dat is wat mensen vaak denken. Hè. Ze gaan bij een dierenambulance werken, want ze gaan dieren redden. En dan kom je een beetje van een koude kermis, soms van een koude kermis thuis. Omdat het redden van dieren kan ook betekenen dat je ze moet in laten slapen. Hè, als dieren heel ernstig lijden, ze kunnen absoluut niet meer beter worden. Dan worden ze ingeslapen. Dus dat moet je wel realiseren. En onze coördinator Yvonne, die heeft daar een hele mooie uitdrukking voor. Die zegt altijd, je moet niet van het type zijn, red de fruitvlieg. Want dan zit je hier niet op de juiste plek. Je moet ook met mensen om kunnen gaan. Want je hebt regelmatig daar natuurlijk mee te maken. Je krijgt heel veel telefoontjes, vooral in de zomer. Je moet met je collega's om kunnen gaan. Van de ambulance, van team transport, van de vogelopvang. Daarnaast toch ook wel wat sterker in je schoenen staan. Want het zijn soms hele nare meldingen die je krijgt. En een beetje met de computer overweg kunnen. Nou, meestal kunnen mensen dat tegen jonge mensen sowieso, maar dat kan haast iedereen. En enigszins stressbestendig zijn, want vooral zomers is het echt, dan is het ongelooflijk druk. Hè? En voor seizoen, na seizoen is het allemaal goed te doen. 'S Winters weinig meldingen, maar in de zomer is het echt heel erg druk. Dit is een duifje die we in Rijnsburg hebben gevonden, of de ambulance heeft hem daar gevonden en naar ons toegebracht. Het is hoogstwaarschijnlijk tegen een raam opgevlogen. Was duizelig. Melders hebben hem geprobeerd op het hek te zetten, maar daar viel hij van af. Maar eigenlijk na 2 dagen in de opvang is hij alweer heel goed. En als het even moet, nou, waarschijnlijk gaan we hem vanmiddag vrijdagen. U gaat bijeenkomsten organiseren voor het werven van centralisten. Wat gaat u hen vertellen? Nou, we gaan vertellen wat houdt het in als je centralist wordt. Hoe ziet het opleidingsprogramma erin? Hoe vindt die inwerkperiode plaats? Dat gaan we dan. En tevens gaan we dan met de mensen voor individuele intakegesprekken afspraken maken. Want we willen natuurlijk wel willen voorkomen dat mensen denken ik ga dit doen. Terwijl ze er in feite niet voor geschikt zijn. Je moet een goede stem hebben, je moet invoelingsvermogen hebben, je moet kunnen begrijpen dat mensen die je aan de telefoon krijgt soms in paniek zijn omdat hun beest aangereden is. En daar moet je mee om weten te gaan. Dat vraagt nogal wat van je, maar gelukkig onze vaste mensen die we hier nu hebben zitten, die hebben die ervaring en kunnen die overdragen. Maar je moet wel de kwaliteiten hebben om ook die kennis en die vaardigheden over te nemen. De informatiebijeenkomsten zijn op dinsdagavond 7 mei om 7:30 en op zaterdag 11 mei om 10:00. En deze zijn in het gebouw van de dierenambulance aan de draadbaan 14 in Leiderdorp. Graag aanmelden per e-mail met vermelding van de datum van de bijeenkomst.